Groen gewassen. Soms weet ik niet waar ik moet beginnen. Als kolonist op de vroege zondag. Dat er, dat er te veel is. Dat het bijna te veel is. En dat ik dan geacht word daar binnen de vier minuten chocola van te maken voor u. Slaafvrije chocola vanzelfsprekend. En zo groen en klimaatneutraal en duurzaam mogelijk ook. Oké. Okay. Waar ik soms schillend gek van word, is dat ze ongeveer elk bedrijf u ervan probeert te overtuigen... dat ze echt, nee, echt goed bezig zijn. Dat alle werknemers en de CEO al helemaal duurzaamheid met grote letters op het voorhoofd hebben getatoeëerd... Dat ze druk doen zijn alle eventuele problemen die er nog zijn in het productieproces. Ik noem energieverbruik op de grote schaal, oneerlijke handelspraktijken, arbeidsrechten, kinderarbeid, vervuiling, wateruitputting, uitstoot, klimaatverandering. Al die problemen worden opgelost of zijn opgelost tegen de tijd dat u de advertentie heeft gelezen. Damn, alleen de opzomming hierboven al zou je toch moeten doen twijfelen aan alle zegeningen van wat economische groei wordt genoemd. En ja, wat is het dan fijn en inspirerend dat een econoom als Kate Raworth met haar donut economy veel aandacht krijgt? In buiten of in tegenlicht, artikelen, interviews. Niet om u een bepaalde politieke richting in te duwen, wel om u te laten nadenken over wat groei is, wat groei kan zijn, en hoe groot en belangrijk de keuzes zijn waar we voor staan. Oh ja, die bedrijven. Shell, het bedrijf dat natuurlijk vooral bezig is met het oppompen van alle fossiele brandstoffen die er nog zijn, en ondertussen de jeugd van dit land, via het Discovery Festival, probeert duidelijk te maken hoe vet en gaaf het allemaal is. Terwijl dat, dat de generatie is die binnen 10, 20 jaar tegen een volledig instortend energiesysteem gaat aanlopen. Behalve als ook een chill bedrijf als Shell echt serieuze investeringen gaat doen in renewables. En ja, ik las er ongeveer tijdens het schrijven van deze column. dat Shell de eigen uitstoot omlaag gaat brengen. en de uitstoot van zijn producten. En ja, ik hoop van harte dat die aankondiging meer betekent dan de advertenties van de Rabobank. waarin ze en duurzaam zijn. en de wereldvoedselproblematiek oplossen. Wellicht samen met de pluimvee- en varkensector, die al tonnen besteden aan grote advertenties met glimlachende boeren met een kip of een big en gezwollen woorden over steeds beter en nieuwe ontwikkelingen. En als websites iets beter worden gelezen, zoals laatste Wakker Dier, dan blijken er eigenlijk alleen maar halve leugens en hele onwaarheden gedeputeerd... waarna de sector zich verdedigt met: dit is geen reclame, het is bedoeld als voorlichting. Mm, dat klinkt als een stukje voorlichting op de site van Forum voor Democratie, waar staat. Jerry Baudet, de grootste intellectueel van dit land, ziet er elke dag prachtig uit. en wordt alleen maar premier omdat niemand anders het op zijn niveau zou kunnen. Dat is natuurlijk een verzonnen tekst, maar veel scheelt het allemaal niet. En toen kwam Coca-Cola met een pagina groot geronk. dat al hun flesjes recyclebaar zijn. Ja, schreeuwde ik ja. Ik het tegen mijn krant, hè, dat zal wel. Want het geldt voor alle fucking plastic flesjes. Alleen het gebeurt niet. Ook al met fabrikanten en supermarkten statiegeldsystemen die wel werken tegenhouden. En toen vroegen de andere reizigers in de stiltecoupé of het wat minder kon. Je kunt in reclame op sites en marketing echt alles beweren. Luister maar. Varkenslapjes: beter voor de big dan een stalbrand. Pepsi Cola bij de Burger King past in een gezond dieet. En dat klopt volgens onderzoeksbureau Janssen en Jansen als je het uitspuugt en daarna nooit meer bij die hut komt. Lelystad Airport. Goed voor het klimaat en binnen de geluidsnormen. Dat hebben wij van onderzoeksbureau Janssen-Janssen vergeleken met, met een dieselbusje met een kapotte uitlaat dwars over de Veluwe naar Spanje rijden en verdomd dan kun je beter vliegen vanaf Lelystad. U2, Songs of Experience is uit en dankzij de BTW op UCD betalen ze er toch belasting over. Echt, als al die bedrijven de energie die ze nu in lobby, leugens, valse onderzoek, reclame en marketing steken, zouden besteden aan echt duurzame beslissingen, waren we allemaal een stuk verder. Soms weet ik niet waar ik moet beginnen, waar ik moet eindigen. Dat lukt eigenlijk altijd wel. Hier. Ik wens u een oprecht duurzame zondag.